gold medal with a time of 12:34.51. Representing Special Olympics Netherlands, Esme Ann Mary de Wilmester. Ladies and gentlemen, as the Amazon Center strike the celebratory colors. Waar Joyce en ik gaan zwemmen. Aan die kant waar je rode paal met al die boten, daar is de start. En dan gaan we zien zo zwemmen. En dan daar, met het gele trappetje, daar is de finish. En dan zijn we klaar met zwemmen. En het is dus 2 kilometer. En ja, ik ben super zenuwachtig, zoals jullie wel weten wat ik al zei. Maar ik heb er zin in. We gaan dit doen. We gaan rocken. We gaan knallen. Kunnen wij een boost geven aan mezelf? We gaan gewoon bam, bam, bam. Iedereen inhalen. Zoef, zoef, zoef. Ja, dat gaan we doen. We gaan knallen. Ik weet dat ik net echt positief ben, maar check even die wolken. Het is iets minder van het weer. Ja. Ah. Ja. Ja hoor, zullen we Ruilanders? Ja, ik heb bij de 8-7, dus hartstikke dit wel. Ja, inderdaad. Oh, ja, ben je ook een dame. Oh, daar heb ik helemaal niet aan het begin. Ik doe hier mee. Weer een beker. Ja, een beker. Weer een beker. Stop ermee. Vorig jaar hebben we nog geen beker. Nee, ik ben een bad eentje. Echt, waar ben je een bad eend? Ja, kijk maar hoor. Nee. We staan nu bij de start. Kijk als je start. Daar. Dus wij gaan straks starten. Ik heb zin in. Maar wel heel zenuwachtig. Ik moet wel nog naar de wc nog steeds. Ga dan. Oké, nou, we zien jullie zo. Daar zijn ze toch? Ja. Dat zijn ze. Zijn ze, ja. Nee, wel? Ja, kijk maar. Dat is Meentje. Ja. Jij dat niet zo is? Goed zo, dames! Kom op, dames! Kom op, dames! Goed zo! Joyce! Esme, Anne! Kom op, Joyce, dat is mee! Net zoals eerder geklopt krijgen. De blauw. Bouke is ook al binnen. Bouke is ook al binnen. Ik heb hem niet eens gezien. Fiori!
Met 808 is Linda Heen binnen. Zo, ik zit nu weer in de auto. Mijn ouders zijn eventjes eten halen. Een beetje bijkomen. Ja, het ging wel goed. Het was wel verschrikkelijk koud. Echt niet te doen. Maar ja, het was wel weer leuk. En het was natuurlijk gaaf dat ik toestemming had gekregen om wel mee te doen. Josh en ik hebben er 36 minuten over gedaan, over de 2 kilometer, dus dat vind ik best wel netjes. Maar na de tijd was het dus zo koud dat ik gewoon onderkoeld was geraakt. Ik werd meegenomen naar de EHBO-post met allemaal van die folie. Maar ik zelf vond het niet echt helemaal nodig, want ik had zoiets van ja, als ik aan ben gekleed, dan krijg ik het toch wel snel weer warm. Maar goed, dat was dus niet het idee van hun. Maar vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog, vergeet niet belletje aan te klikken. En wil je nou meer video's van mij zien, vergeet dan niet te abonneren op deze video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!